jaar geleden eigenlijk een belletje naar Ziggo gedaan om te kijken of ik een aansluiting kon krijgen om een betere verbinding te krijgen. Daar moest ik 80.000 euro voor betalen. Ja, dat kon natuurlijk niet. Dat geld heb ik niet als particulier. Ja, van het een kwam het andere. Corrie de Lange kwam ik tegen, die had hetzelfde probleem. En toen hebben we de handen in elkaar geslagen en hebben we gekeken van nou, kunnen we het voor elkaar krijgen om het hele buitengebied van Olleskroon te voorzien van een nieuwe glasvezelverbinding. Ja, 5 jaar na dato vallen en opstaan, een hoop zweetdruppels en veel uren maken, is het gelukt. En daar zijn we heel blij mee. De komst van glasvezel is een verademing voor de mensen in het buitengebied. Ondernemers zaten tot nu toe, digitaal gezien, nog in de vorige eeuw. In de jaren 80 kwam de computer in opmars. En wij zijn vanaf toen eigenlijk altijd stil blijven staan qua internetverbinding. Wat we toen hadden, hebben we nog steeds. Met heel veel tijd kwijt met wachten. Continu wachten. Wij voeren wat in, sturen het door. Wij kunnen geen grote bestanden doorsturen. Want anders dan slaat de boel vast. Jullie kunnen ook niet allemaal tegelijk op internet, hè? Nee. Als wij hier zakelijk aan het werk zijn, dan moet iedereen binnen de computers en de telefoons op wifi moeten ze uitzetten of op 4G. En anders kunnen we hier gewoon niet werken. Ja hoor, Alexander. Hoi. Waar ik het meest naar uitkijk is dat ik een gezeur van mijn kinderen niet meer heb, dat die internetverbinding het weer niet doet. Ik heb 4 opgroeiende kinderen en mijn oudste zoon is 13, er zitten 2 HAVO, dus ja, die moet ik zijn huiswerk kunnen maken, weet je al. Op dit moment, als hij echt wat moet doen voor school, dan gaat hij vaak naar ons met opa en oma, want die hebben wel een Ziggo-aansluiting. Ja, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Die moet gewoon thuis netjes achter zijn computertje zijn huiswerk kunnen maken, dus daar kijk ik weer naar uit.